Ik ga u het gebouw de Eekhoorn laten zien. De Eekhoorn is in principe alleen maar een bijgebouw dat u bij kunt huren. Eekhoorn kunt u niet zelfstandig huren omdat de Eekhoorn geen eigen keuken heeft. Eekhoorn is meestal een aanvulling van slaapplaatsen en sanitair op het grote gebouw, het Eduard, dat ernaast ligt. Dat is ook te bereiken via een mooi paardje. En dan komt u bij de Eekhoorn. Hier is ook het naambord van de Eekhoorn te lezen. Eekhoorn is een apart gebouw, want het groot gedeelte van de Eekhoorn is het oude kampgebouw uit 1943, stammend nog. En dat heeft wel bepaalde nostalgische waarden. Er zijn ook een heleboel teksten op de balken geschreven nog uit die tijd. Erg leuk om te zien. Het is wel in 1985 voorzien van een compleet vloerverwarmde sanitair ruimte ervoor. Zodat u niet helemaal zich in de middeleeuwen waant, zeg maar. Ik ga nu naar binnen en dan laat ik u eens even wat zien. Als u binnenkomt, komt u gelijk in de sanitair ruimte. Twee douches. Dus één douche. Dat is een tweede douche. En er zijn drie toiletten. En een aantal wastafels. Waar de kinderen eventjes gebruik van kunnen maken om tanden te poetsen en naar toiletten gaan. En dan is dit ook nog een stukje van het nieuwe gedeelte. Dus het stafkamertje. Uitgerust met 6 bedden. 3 stapelbedden. Het is een aparte deur. Ook in dit gebouw liggen matrassen die anti-allergant zijn, vlamvertragend. Ook dit gebouw voldoet natuurlijk aan de brandveiligheidseisen. Overal hangen doorgekoppelde brandmelders. We gaan nu naar de grote slaapzaal. Dit is het oude gebouw. Het oude kampgebouw van vroeger. Wel een beetje aangepast natuurlijk. Aan deze kant van het schot staan 2, 4, 6, 8, 10, 12 bedden. En dan loop je iets verder de zaal in. En dan heeft u hier nog 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bedden. Dat is in totaal 28. En met stafkamertje erbij komt dit gebouw op 34 slaapplaatsen. Nou, dit gebouw is erg leuk voor de kinderen. Je kunt hier lekker keten, 's avonds kussengevecht houden met onze kussens. Die zijn niet speciaal gemaakt voor het kussenvechten, maar ze kunnen aardig tegen een stootje. En ze zijn ook weer anti-allergant. Ook dit gebouw is natuurlijk voorzien van centrale verwarming. Zodat het in de winter ook prettig is om hier te slapen. Nou, dit gebouw is dus alleen als aanvulling te huren op het Eduard. En als u alle gebouwen heeft, dan heeft u het Eduard, de Boshaas en de Eekhoorn. En dan zult u dit gebouw ook verder leren kennen. Goed. Nou, de Eekhoorn die ligt op loopafstand van het Eduard. Met een eigen paadje. En de Boshaas, als u alle gebouwen hebt, ligt dan daar. En ik ligt iets verder vanaf, want de Boshaas kun je ook apart huren. De parkeerplaats is daar zo. Bedankt voor uw aandacht.